70 leerlingen uit de drie eerste klassen van het voorbereidende jaar van het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam hebben gezamenlijk enkele dagen in Bakkum doorgebracht. In kunstnijvere samenwerking hebben ze daar op het strand de kunst van het scheppen, die ze op school in theorie leerden, naar hartelust in praktijk kunnen brengen. Toen eenmaal de eerste schop in het zand was gestoken, slaagden ze er spoedig in een berg te maken die als fort geen gek figuur zou hebben geslagen. Maar die berg betekende voor deze kunstzinnige scholieren pas het begin van de strandpret. Want nu konden ze hun schepdrang eerst recht bot vieren. Ze slaagden erin de god van de zee te doen opduiken uit zijn element, vergezeld van twee dames uit zijn hofhouding. Het drietal, dat als los zand aan elkaar hing, nam ongeveer 25 meter strand in beslag. Neptunus en zijn meerminnen zijn overigens niet lang op het strand gebleven. De nacht na hun verschijnen zijn ze tijdens de vloed weer naar hun rijk teruggekeerd.